Hallo, in de vierde video van deze serie wil ik nog met heel dieper ingaan op het feit van hoe dat je met de vlammen kan gaan healen. Zelf ben ik een natuurlijke healer, wat wel eigenlijk wil zijn dat sinds ik geboren ben, ik codes in mijn energie en in mijn licht draag, die een heel de werking hebben op mensen die in mijn energie vertoeven. Of die zelfs gewoon mijn energie verbinden. Je hoeft daarom niet fysiek bij mij te zijn. Uh, en ondertussen ben ik zo ontwikkeld als ziel dat ik me meer herinner van waar ik werkelijk toe in ben als een healer. Jarenlang hield ik mezelf en anderen op een onbewust niveau. Door mezelf te onderwijzen en uit te dagen, ontwaakte ik latente kennis waarvan ik eigenlijk niet wist dat ik ze had. Na de eerste healing die ik volgde, wist ik het natuurlijk wel. Healing is een natuurlijk talent. Ik hoef er niets voor te doen en het gaat als vanzelf. Mijn handen gaan, gaan stralen of gaan vibreren van zodra iemand in de buurt komt die healing nodig heeft. En ik moet maar aan energie denken en de stroom van zuivere energie straalt door mijn handen heen. En dat is ook de energie, zijn ook de stralen waar ik over spreek in het boek 96 Vlammen of waar u meer kan over leren in het programma Universele Vlammen. Nu, de reden waarom ik een talent heb als healer is omdat ik verbonden ben met het sterrenvolk van Ehm... En de Arthurius zijn eigenlijk een hoogontwikkeld volk, meester healers, die leven in de 16e frequentie, dus de zestiende densiteit en hoger. Samen incarneren we met een aantal op aarde om onze medemensen en zielfamilies te healen en om te ondersteunen op het pad van bewustwording en ascensie. Een van mijn taken is om de mensen bewust te maken van healing en vooral om te vertalen over hoe dat je zelf kan healen met die vlammen en de stralen. Healing is iets wat eigen is aan een ontwakte ziel. Veel mensen zijn vergeten hoe dat we onszelf kunnen healen en hoe dat we met andere woorden op een natuurlijke manier ons immuunsysteem kunnen activeren en het zelfregulerend systeem van het fysieke lichaam kunnen gaan versterken. Healing via de stralen, dus via de vlammen, met andere woorden, via energie, is onzichtbaar voor iemand die niet gelderziend is, of die helderziendheid nog niet voldoende ontwikkeld heeft. Maar daarom wil ik het niet zeggen, omdat je niet kan zien dat het minder krachtig is en tegendeel. Als je nu gewoon je handen tegen elkaar zou wrijven, dan ga je ook die warmte voelen. Maar je kunt de warmte niet zien. En toch zeker niet als je geen infraroodogen hebt, hebt, ga je die warmte niet kunnen zien. Maar je voelt het wel. wel. Werken en healen met de vlammen, of met energie op zich, werkt op dezelfde manier. Een healing ontvangen of vragen doe je dus eigenlijk via je intentie, via je gedachten. En dat maakt ook dat healing op afstand even efficiënt is dan wanneer het persoonlijk uh, via handoplegging zou gebeuren. Of via massage of wat dan ook. Dus zorg ervoor dat je eigen overtuigingen heb, uh, rond het ontvangen van hogere energieën niet blokkeert. Uh, ik heb heel vaak mensen gehad in mijn afgelopen tien jaar als coach en healer, waarin dat uh, mensen daar inderdaad uh, beperkende overtuigingen rond hadden. Dat bijvoorbeeld. Krachtiger was wanneer je fysiek bij iemand samen bent of wanneer dat, uh, dat op afstand niet werkt of, of wat dan ook. Want het gaat over die overtuigingen die je hebt, uh, dat eigenlijk er gewoon voor zorgt dat je de healing niet ontvangt. En dan moet ik eigenlijk ook zelfs dat weer no nog nuanceren, want je zal wel de healing ontvangen, maar omdat je er niet echt volledig in gelooft, zorg je ervoor dat je eigenlijk de, de, de kracht, de ware diepe kracht ervan een uh, stuk gaat gaan saboteren. Want je moet niet vergeten dat je gedachten superkrachten zijn. Het is een manifestatie-tool. Dus wat jij denkt, zal je ook gaan manifesteren en gaan aantrekken in je leven. Nu, een heel eenvoudige manier om jezelf te gaan helen is door te werken met de gouden vlam. De gouden vlam is een van de vlammen van de universele vlammen natuurlijk, en die is verbonden met de energie van de bron, de centrale zon. Het vertegenwoordigt de mannelijke energie, ook uh, verbonden met de vaderenergie. En dus ook met structuur, kracht en moed. Nu je kan, eh, als je dat wenst, de komende dagen de gouden vlam aanroepen en vragen dat deze energie via de gouden straal door je lichtlichamen stroomt tot in elke cel. En je kan vragen dat de gouden straal door al je chakra's heen stroomt, via dus je kroonchakra, tot in de kern van Moeder Aarde, om zij daar te verankeren rond het eh, diamantencentrum die daar zit. En dan kan je visualiseren dat er vanuit de kern van de aarde een regenboogstraal helemaal omhoog komt en door je lichaam stroomt. Helemaal tot door je kroonchakra en zo helemaal terug tot in de centrale zon. Met deze eenvoudige visualisatie versterk je niet alleen je verbinding met de aarde, maar je zorgt er ook voor dat je verbinding met de bron hersteld is en geoptimaliseerd is. Je ontvangt hierdoor betere, betere innerlijke leiding en je doet je lichaam ook een dienst door open te staan om zuivere energie van de bron te ontvangen. Nu in het boek 96 Vlammen staat ook beschreven hoe je de, bijvoorbeeld met de wit-gouden vlam kan gaan werken. Er staan ook zes transmissies en healingen met de vlammen in, in het tweede deel van het boek. Je kan ze daar uh, lezen. Uh, maar als je het programma Universele Vlammen volgt, dan ontvang je die ook nog en nog veel meer andere transmissies, natuurlijk, als een audio of als een video. Dat zit sowieso inbegrepen uh, of opgenomen in uh, de leerlingenomgeving om die verbonden is aan het programma. Nu, eenheid um, is een hoogfrequente energie. Het is verbonden met de diamanten, gouden energie van de bron, en eigenlijk veel meer met de diamantenergie. Omdat het eenheidsbewustzijn ook wel het um, diamantenbewustzijn genoemd wordt. Nu, wanneer je dat eenheidsbewustzijn hebt verankerd in het fysieke lichaam, dan ga je je ook veel beter verbonden voelen met alles om je heen. Eenheid in jezelf brengen helpt je terugkeren naar je natuurlijke staat van zijn. Dus, namelijk um, een licht wezen, dus een energie in een kristallijn lichaam. En, uh, niet iedereen heeft al een kristallijn lichaam. Hè. Ik heb dat ook in de vorige video's besproken. We hebben eigenlijk een carbonen lichaam, zolang dat het nog heel dens is en heel vast. Naarmate dat je energie verhoogt, gaat je lichaam ook veranderen, gaat je DNA weer geactiveerd worden en gaat je lichaam eigenlijk transformeren in een kristallijn lichaam. Je lichaam is eigenlijk op dat moment een kristal met zijn eigen bewustzijn, dus kan je het ook op die manier gaan behandelen. Dus Door met mijn lichaam samen te werken, kan je ook gewoon je lichaam vragen wat het nodig heeft. Um, bijvoorbeeld, wat ik heel vaak ervaar, is dat als ik iets in zou nemen, waar ik denk, bijvoorbeeld, ik heb extra vitamines nodig. En ik denk van, ja, oké, okay, ik ga die extra vitamines nemen. Dus vanuit mijn mind denk ik van, ah ja, ik heb dat nodig. het moment dat ik de, de, die vitamine neem, dan um, uh, heb ik moeite met het in te slikken. Of heb ik, krijg ik plots braakneigingen. Dat is eigenlijk gewoon een heel duidelijk teken van je lichaam, van, uh, hallo, ik heb dat op dit moment niet nodig. Dus... Door samen te werken met je lichaam, door um, te vragen wat dat nodig is, door dankbaar te zijn, ga je um, veel beter ook informatie doorkrijgen en, en echt ook vanuit die samenwerking met je lichaam je leven kunnen vormgeven. En wees ook dankbaar dat je lichaam de vorm aanneemt, zodat het optimaal is voor die, deze incarnatie en je hoogste goed. Maar wie mag wel zeggen, we zijn niet allemaal maatje 38. Uh, en er is een reden waarom dat jij eruit ziet zoals hij eruit ziet. En ja, inderdaad, als je ergens wat overgewicht hebt of er is iets uh, die niet helemaal stroomt, dan ga je daar blokkades zien, ga je pijn hebben en zo verder. Maar hoe zuiverder jouw energie is, hoe zuiver je lichaam is, om ook als een kanaal te dienen en om dus die energie van de vlammen in de straal te gaan ontvangen. En als je dan op dat moment nog steeds geen matje 38 hebt, dan is dat ook omdat dat voor jouw systeem, dus voor jouw vervoermiddel, voor jouw lichaam, ook niet handig is. Um, een van de dingen dat ik heel vaak ook merk... wanneer dat ik een um, download krijg voor hogere energieën... dan heb ik bijvoorbeeld voedsel nodig... die mij veel meer, mijn lichaam weer gaat gronden. Um, dus ook daar is het belangrijk dat je leert van... wat geeft mijn lichaam nodig... om die hogere energieën te kunnen verankeren op de aarde. Waardoor dat je uiteindelijk dat je lichtlichaam weer meer kan gaan stralen. Nu, hoe hoger je energie wordt, hoe meer je ook gaat ervaren, en nu zeker nog in deze tijd waar we nu zijn, dat je ook in um, de, die situaties waarin dat er totaal geen weerstand meer is vanuit, van jouw kant uit, dat je eigenlijk onmiddellijk kan gaan manifesteren. Want als je één bent met alles om je heen, dan ben je eigenlijk jouw manifestatie. Je bent niet gescheiden van je droom. Je droom zit eigenlijk in jou, in jouw energie, maar met andere woorden, je bent je droom, je bent dat verlangen. Nu, daaraan gekoppeld, moet, uh, is het ook belangrijk om te beseffen dat we niet immuun zijn voor angst. Er is angst om ons heen. En ik zou zelfs zeggen, er zit angst in elk van ons. Maar het is belangrijk dat je weet dat angst ook een illusie is. En wanneer je dat begrijpt, angst is gewoon één kant van het spectrum om naar een situatie te kijken, dan gaat dat ook helpen. Uh, jou helpen om ermee om te gaan. Dan kan je gaan kijken wat dat eigenlijk is dat die angst getriggerd heeft. Welke gedachten zat er achter die schuil? Want angst en zorgen uh, zijn geen eenschappen van de bron uh, en dus ook geen enkele universele wet die dat gaat gaan ondersteunen. De diamantenvlam is eigenlijk de op één na de dichtste frequentie van de bron. Het is eigenlijk ook de bronenergie. Uh, de gouden diamantenvlam is eigenlijk er de, 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 de net onder. Dus ik ga het ik om, om een nog eens herhalen. Dus de diamantenvlam is eigenlijk de trilling van de bron. En de gouden diamantenvlam is eigenlijk net een, een, een frequentieverschil. Omdat je daar de extra frequentie van die gouden energie aan toegeeft. Maar dus de bron, de diamantenenergie... Een wat eenheid en onvoorwaardelijke liefde. En eens dat jouw energiesysteem de diamantenvlam belichaamt, ga je automatisch ook die eenheid en die onvoorwaardelijke liefde gaan verspreiden. Dus op momenten waarop je jou afgescheiden voelt van de rest, dan kan je bijvoorbeeld de vlam van eenheid oproepen om je energieveld te vullen. Nu voordat ik deze audio afsluit of audio-video afsluit, wil ik nog even hebben over het gebruik van rituelen. Je kan werken met kaarsen, de maan, aromatherapie. Um, en er zijn nog zoveel meer beschikbare en tastbare middelen om manifestaties teweeg te brengen. Maar nu dat je weet en geleerd hebt dat je verbonden bent met alles om je heen, zal je ook begrijpen wat ik nu ga zeggen. Bij het gebruik van rituelen dan geef je je manifestatiekracht een deels uitgang. Vooral zeker de manier waarop de meeste mensen die rituelen op dit moment nog steeds gebruiken. De bron van alles stroomt door jouw heen. Dus en in plaats van te focussen op allerlei rituelen en die gaan uit te proberen en daar jouw hoop en je verwachtingen in te leggen, is het eigenlijk veel wijzer om de verbinding die je hebt te gebruiken om te manifesteren vanuit jouw eigen energie. Maar dat vraagt natuurlijk van jou om zuiver te worden, zodanig dat je manifestaties ook zuiverder zou zijn. En het vraagt ook natuurlijk dat je het vertrouwen in jezelf ook versterkt. Want waarom werken rituelen? Omdat jij erin gelooft en het vertrouwt. Maar wat je dus eigenlijk echt mag gaan doen, is gewoon jezelf meer gaan vertrouwen. Jezelf uh, erkennen voor de kracht en de, en de, de sterkte en de energie die je bent. Want rituelen kunnen ook negatieve of laagtrende energieën aantrekken, die dan eigenlijk van jouw levenskracht misbruik maken om meer controle en macht te verwerven. Denk maar aan de, aan de geschiedenis in uh, verschillende religies, sectes, communes enzovoort. verder. Dus van zodra je iets of iemand buiten jezelf gaat ge verafgooien, of gaat beter gaan zien, of wat dan ook, dan breng je jezelf in discrediet en ondermijnen je jouw eigen kracht. En daarom is het belangrijk dat je verantwoordelijkheid leert te nemen over je eigen groei. En dat is ook de reden waarom ik werk op de manier waarop ik werk. Omdat ik ook geloof dat niemand iemand anders nodig heeft. Oké, okay, we leren van elkaar en we ontvangen inzichten van elkaar. Maar om uiteindelijk tot die stappen te zetten en tot die healing te komen, heb jij niemand anders nodig. Daarom zijn het, het boek dat ik gemaakt heb het programma dat ik gemaakt heb de video's dat ik maak, een hulpmiddel voor jouw persoonlijke groei naar het realiseren van jezelf. Want je hebt niemand anders nodig dan de liefde voor het leven en voor jezelf. En dus de 96 Vlammen, die zijn jouw medicijnen, die zijn jouw leraren, die zijn jouw healers, die zijn jouw inspirators of wat dan ook dat is dat je nodig hebt. Nog een klein, um, kleine kanttekening dat ik wil uh, meegeven rond de rituelen: is het feit dat rituelen eigenlijk niet meer aangepast zijn aan die hogere energieën, van 5D en nog hoger. Waardoor dat ze een stuk ook trager zijn in manifesteren. Natuurlijk werken ze nog. Dat dus zoals ik ook gezegd heb. Je hebt een vaste telefoon in en je hebt je gsm. Um, en je kan bellen via de telefoon in. En ondertussen kan je ook bellen via internet. Dus het werkt allemaal nog. Het bestaat naast elkaar nog. Maar het is belangrijk dat je rekening houdt met het feit dat er verschillende zaken nodig zijn. Om de kracht van een ritueel te begrijpen. Um, Laten we ervan uitgaan dat we ze correct en succesvol uitvoeren. Uh, maar het belangrijkste is dat je beseft dat alles wat je om je heen ziet ontstaan is uit al wat is. De levensboom, of als je het beter misschien kent als het Tree of Life, toont dat ook heel op een beeldende manier. Want alles om je heen heeft een plek op die levensboom. Gaande van een citroen tot de zee, engelen, draken, maar ook je gedachten, emoties, alles wat, je, wat dat jou, jou maakt. Ze horen allemaal wel ergens thuis op, die, op jouw levensboom dan. Dus de levensboom wordt ook weer spiegeld in je lichtlichamen. Dus besef ook daarin, alles is met elkaar verbonden. En hoe horen die energie, hoe meer je ook gaat beseffen en hoe meer je dat ook dan op een positieve manier kan gaan gebruiken. En dan daarom is het zinloos om rituelen te doen zonder het fundament en de wijsheid erachter te kennen. Want je mist al zware, belangrijke informatie om te volen van de manifestatie te kunnen genieten. En zolang er blokkades in je systeem zitten, zal er bovendien geen enkel ritueel beoogde resultaat tonen. Dus gebruik je energie en je kracht op een wijze manier. Werk aan de trauma's die er eventueel zijn, aan de pijn en aan de schaduwen die naar boven komen. Leer meester worden over je gedachten en hou elke overtuiging tegen het licht. Laat het aan de evaluatie passeren, zodanig dat je kan evalueren of die gedachte nog bij je past en... Uh, past bij een hogere versie van jezelf en dus je hoogste goed dient of niet. Nu, in dit park waarin dat, uh, we de Gouden Eeuw al aan het vormgeven zijn, moet iedereen ook de mogelijkheid krijgen om zichzelf te heelen. Het is daarom belangrijk dat er meer bewustzijn komt ook over het werken met die stralen en de universele vlammen. En dat is niet alleen een snellere manier dan de gekende huidige healingsmethode, werken met de stralen en vlammen is efficiënt en het is aangepast aan de hogere energie op aarde en het blijft ook constant mee evolueren. Reiki en Shambhala bijvoorbeeld trillen een stuk te laag om de trauma's die naar boven komen door de verankering van die hoge energieën voldoende diep te heelen. Met andere woorden, de, de, de energie van Reiki en Shambhala die werken nog, maar die zijn eigenlijk qua frequentie te laag om hele diepe trauma's mee te heelen, omdat de energie niet krachtig genoeg is. Dus daarom is er ook nood aan een nieuwe manier van healing. Nu, tot slot, hoe dieper dat jij jezelf heelt. Hoe hoger je energie kan worden. Maar ook hoe dieper de schaduwen, de twijfel en de trauma's geheeld worden, hoe hoger de, dat je zal kunnen vliegen in je leven. Met andere woorden, het is niet omdat je hoe hoger in energie gaat dat er geen schaduwen ne, ne, die, niet meer naar boven zullen komen. Integendeel, degenen die naar boven zullen komen, zullen nog dieper zijn en zullen soms alsnog zwaarder aanvoelen. Maar daarom wil ik niet zeggen dat je het niet aan kan. Integendeel, het moment dat naar boven komt, is steken teken dat je er klaar voor bent.